Welkom en welkom terug op mijn videokanaal. Voor de tweede dag van de Tall Ships Races heb ik weer post gevat hier aan het Kattendijkdok en links van mij het havenhuis. Wat gaan we vandaag doen op deze tweede dag? Wel, we gaan vandaag een Latino dansfestival beleven hier op het evenementenplein. En voor de rest een crewparade. Dat wil zeggen dat zoveel mogelijk bemanningsleden van de 43 schepen hier in Antwerpen zo dadelijk gaan starten met een parade door de stad Antwerpen tot hier aan het evenementenplein, aan het havenhuis. En ook in deze vlog ga ik uiteraard een interview doen en vandaag is dat de Nele uit Oostende. Dus je mag heel wat verwachten. Blijf zeker kijken, vergeet niet je te abonneren, want dan mis je anders misschien de derde video die volgende week komt. Dus 3 video's op 3 weken tijd van de Tall Ships Races Antwerpen 2022. We gaan nu kijken. Dat is eigenlijk een tweemastloop, vroeger gebruikt voor de visserij. Dat hier is hier volledig nieuw gebouwd, met langdurige werklozen, ex-gedetineerden. Dus zo is dat schip gebouwd geweest. Dat had een kleine 3 jaar geduurd voordat dat gebouwd is, maar eenmaal gebouwd, ja, heb dan een schip, hé. Dat gaan we ermee doen. En zo is dat dan ontstaan, voor kleine dagtripjes te doen, met maximum 25 man passagiers en dan 5 bemanningen maximum. Er is er maar één zo in, hè? Ja, dat is waar. Het enige model bedoel je? Ja, model, grote, lengte, breedte, masten, het is maar één gebouw, like dat. Al de rest van 1895, dat bestaat niet meer. Een fotootje. Ja, dat is knap. Dat is knap, dat is een hele mooie constructie geweest. Maar zwaar, hè? 92 ton. Allee, al die spanten, dat is allemaal in volle eik. Dek. Oregon, dat is ook niet licht, hè? Oregon. De masten, dat is als goud. Waarom? Als dat splijt, splijt dat langscheeps, niet dwars. Ja, dus, bijvoorbeeld een steel van een hamer, dat is ook een als goud, hè? Ja. Dat is al zulke dingen. Want om de 3 jaar moet al dat touwwerk vernieuwd worden, dat zit als slijtage op. Je ziet dat niet altijd, maar bijvoorbeeld, zie die plusjes, je ziet dat. En dat is 2 jaar gepasseerd. Dus nu eenmaal dat hem naar Trodag gaat gaan voor die herstellingen en nazicht van die masten en zo mee, moet dat allemaal vernieuwd worden. Dus dat komt er ook bij. Allemaal maar vrijwilligers. Dat is een replica van een schip van de jaren 1850-1920, in die periode ongeveer. En ze hebben dat teruggevonden op een foto en vandaar de maten genomen en zo meer, voor zover dat ik weet.
En dat was dan George Verlenen, die een houttimmerman, een scheepsbouwer. Samen met André, die dat uitgetekend hebben. En dat is allemaal gebeurd tussen pot en pin in het café De VG op de Roosterover in Oostende. En dat is begonnen met een schipje, zo een kleintje. En altijd maar groter en groter en groter. En iedere keer een pintje meer en nog een pintje meer. Te lange laatste dat ze, ja, we gaan stoppen of anders eindigen we zoals de Titanic. De gebouw bespiegeling stond langs twee kanten boven. Ja. We worden daar op een gegeven moment ontfermd op de radio. Boom, boom. Riep eens op. Boom, boom. Boom, boom. Er zit toch een schip dat boom, boom. Dan taart veel in de Frank. Boom, boom. En die dachten ook dat dat de naam van het schip was. Het is een zwaar schip, het weegt 92 ton. De 6 zeilen hebben. Je hebt een beetje wind, 4, maximum 5. Ja, dan loop je heel content mogen zijn dat je zo 4,5, 5 knopen loopt. Dat is 1852 meter een knoop. Ah, ja. Nee, dus laten we zeggen, 7 kilometer, 8 kilometer per uur. Het is hier geen wielke, geen stuurwiel. Alles nog zoals vroeger. Het is zoals vroeger, met een helmstok. Draait de motor, is nogal zwaar. Daarom hebben we talies erop gezet, voor het gemakkelijk het kunnen overhalen. Het is een Volvo Penta die erin zit, zo'n goede 153 pk. En dat is meer of genoeg. Je kunt er alles mee doen. En, heel belangrijk, een boekschroef. Dat is fantastisch. Je kunt hier ter plaatse draaien. Ja, zo, ja. Dat is een groot voordeel. Hè. Dus volledig eigenlijk rond uw as draaien. Ja. En dat is wel... Dat hebben we niet alle schepen. Nee. Dat is jammerlijk genoeg. We zitten nog. Sommige schepen, zelfs van die drie masters, die hier komen, die moeten aanmeren. Dat is met de hulp met de bootje. Duwen van achter, duwen van voor en zo meer. Mm-hmm. Voor hem schoon langzij te krijgen. Dat is volle nek allemaal. Ja, vol hè. Maar... En dat weegt hè. Dat zal wel zijn. Hey, het zit hier, wacht ik even, is het nu 42 of 45 ton lood in. Hey, je kunt dat zien van hierboven. Maar we moeten wel aan de andere kant staan. Ja, je moet ballast hebben niet. Met zulke masten, als je dat niet hebt, draai om hè. Want dat doet van nu al pijn dat je weet. Volgend jaar, ja, ik stop ermee. Hij zit hier tenslotte al van 2005. We zijn 2022. Dat is 17 jaar dat je in de zomermaanden bezig zit met dat bootje, hè, met dat schipje. Dat is zo'n stukje. Ja, wacht. Nostalgie. Voilà, dat is super. Bedankt, hè. Oké, graag gedaan.
Wel, ik sta hier in de nabijheid van de Londenbrug, niet zo ver van het mast. En zo dadelijk gaat hier de crewparade passeren van de crewleden van de schepen die hier aangemeerd liggen voor de Tall Ships Races. U blijft zeker nog kijken. De crewparade is voorbij. We hebben ook het Latino dansspectakel gezien en daarmee gaan we de tweede vlog voor vandaag afsluiten van deze Tall Ships Races. Hier niet zo ver van het mast, eigenlijk aan de voet van het mast, daar ga ik dus deze vlog besluiten en ik hoop dat je ook volgende week komt kijken naar de derde aflevering van de Tall Ships Races. Bedankt om te kijken, uw reactie hieronder is van harte welkom. Een duimpje omhoog en voor de rest zou ik zeggen, blijf zeker kijken naar dit kanaal. Travel Topper. Ciao en tot de volgende.